Hallo mensen en leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video van mij op dit kanaal. Dit is een tutorial. Ja, zoals je al aan de titel kunt zien, een tutorial voor filmburns en het glitch effect. Ik laat jullie vandaag zien hoe je een glitch effect maakt en hoe je deze in je Vegas Pro zet. Dit is alleen voor Vegas Pro 13. Ik weet niet als het ook zo werkt bij 12. Ik weet dat 14 ook al uit is. Maar zoals het nu staat, werkt het alleen voor 13. Ik heb het alleen ook nog maar uitgeprobeerd als 13. Maar dat maakt verder ook niet uit. Nou, ik plaats hier even een hele mooie loop van een video van mij. Waar wij even een gedeelte van af gaan knippen. Anders wordt hij te lang. Dit hoeven jullie niet te doen. Maar anders wordt hij namelijk te lang. We gaan even dit stukje. En wij willen hier graag... Oh, we kunnen ook misschien ietsjes langer nog. Zo. Wij willen hier graag een filmburn in hebben. En wij willen hier graag een glitch effect in hebben. Nu is er een mogelijkheid om glitch effects zelf te maken. Dat ga ik niet doen. Maar we gebruiken overlays. Nou, als je gewoon heel makkelijk op YouTube opzoekt... glitch effect overlay, dan vind je genoeg. Als allereerste gaan wij een glitch effect toevoegen. Nou, dat is heel makkelijk. Je pakt een videotrack waarvan jij graag wil dat je de glitch effectjes in doet. Dus stel ik wil deze. Dit is mijn video effect waar ik graag mijn glitch effect in wil hebben. Dan doe je dat zo. Nou, let op. Je gaat naar dit compositing mode. En je klikt erop. Dan staan hier allemaal... Ja, ik weet het eigenlijk niet. Dat het zijn allemaal soorten hoe je je video erin kan zetten. Nou, en dan ga je voor glitch effect gaan we naar custom toe. Dan kom je bij custom en dan zie jij dit schermpje. Ik weet eigenlijk niet als je hem ziet. Ja, zo te zien zie je hem wel. Dan ga je naar Sony Displacement Map en dan druk je op OK. Nou, dan zie je hier drie puntjes en dan komt dit hier in één keer beneden. Dan gaan we nu naar het volgende en dat schuif ik even vanaf mijn tweede beeldscherm erin. Want zoals je kunt zien hier, dan gaan we deze even wat groter maken. Zie je hier in één keer allemaal randjes. Nou, je doet de vertical die helemaal naar beneden. En deze doe je op 0,20. Dan heb je nog een klein stukje. En dan zou je afvragen, Bint, waarom moet dat nou? Als jij deze al helemaal op 0 doet, dan werkt het glitch effect niet. Dan doet hij het niet. Nu heb jij dit dus zo gedaan. En dan druk jij gewoon op kruisje. Dit laat je zoals het staat. Je drukt op kruisje. Dan pak jij een glitch effect. Ik heb hier glitch overlay 2. Nou. Als we deze even op X doen, dan betekent het dat die solo gaat. Nou, je kan hier niet veel zien. Jammer. In ieder geval, oh wacht. We zijn trouwens wel iets vergeten. Maar ik laat jullie in ieder geval nu even zien hoe het er zo uitziet. Nou, zo ziet het er dan zo uit. Zie je? Glitch effect. Hier zo, glitch effect. Mooi glitch effectje. Hier zo. Ziet er leuk uit. Nou. Hoe gaan we dit nu veranderen dat we die balkjes niet meer zien? Want ja, jij wil natuurlijk geen balkjes hebben op, nou ja, op jouw ding. Op jouw video. Video FX en dan typ je in 3D. Nou, dan zie je hier 3D, of een stereoscopic 3D edges. Nou, die doe je naar de track, niet hier, gewoon echt op de track zelf. Van jouw, waar jij je glitch effect in hebt. Of waar jij hem in wil hebben. Nou, daar laat je hem los en dan krijg jij dit. Nou, deze moet je dan voor composer doen. Dus dan doe je hem zo. En dan staat hij daarvoor. Dan kan jij hem. Zie je? Zie je dat? Links, hier zo. Doe je hem ongeveer zo. Dan is hij iets vergroot. Niet heel veel. En dan zoals je ziet, je hebt gewoon een normale video met een glitch effect, zie je, en een hele mooie glitch effect ertussen. Nou, perfect. En dat is eigenlijk hoe jij een glitch effect in jouw
in jouw video zet. Heel makkelijk. Er zijn allemaal soorten verschillende glitch effectjes. Je kan hem ook gewoon nog sneller laten gaan. Kijk, dan lijkt het net op het thuis hier. Hartstikke leuk. Ziet er super vet uit. En het is super mooi voor een aantal overgangen of iets in die richting. Nou, nu gaan wij naar het volgende toe. Want wij willen graag filmburns in onze track hebben. Nou, ik laat eerst wel even zien hoe jij filmburns eruit zien zonder dat jij er een track... Oh, even een beetje een lange... Zonder dat jij er een track overheen hebt. Nou, dat ziet er zo uit. Nou, mooi is het niet. Maar in één keer houdt het op. En nou, dat is je scherm weer. Nou, sommigen doen het dan ook wel eens. Nou, dan doen we hem tot de opacity. Doen we hem wat zachter. Ja, nou ja, dat kan ook. Dat is, ja, hè. Mooi is het niet, vind ik. Maar het kan. Ik wil altijd graag het volledige beeld. Nou, wat doe je dan? Dan druk je op deze weer. Die we de vorige keer ook hadden. En dan drukken wij op add. Nou, en nu is deze hier een plusje. Gebeurt hier verder niks. Maar als we dat nu doen, zie je. Het ziet er gewoon mooier uit. Je hebt hem volledig. En nou ja, ik doe dan altijd. Doe ik er een beetje een fade-out in en een fade-in. Omdat het. Ja, hier wordt het op het laatst wit. En nou ja, dan houdt het in één keer op. Nou, dat is niet mooi. Dus. We hebben ons glitch effect erin gekregen. En we hebben onze mooie filmburn effect erin gekregen. Ik zou zeggen, mooier kan het niet. Heb je nog vragen? Laat het dan even achter in de reacties. Misschien kan ik je wel helpen. Doe even een duimpje omhoog. Abonneer natuurlijk even op Dusgaming HD. En dan zie ik jullie bij een volgende tutorial van of Vegas of misschien een ander programma.